Welkom kijkers bij een nieuwe Fortnite video. Vandaag speel ik een potje alleen. En het is weer tijd voor mijn favoriete stadje om hierin te gaan landen, namelijk Pleasant Park. It's time again. Ik ben niet helemaal goed gevlogen, want ik vlieg nog redelijk hoog ten opzichte van de andere spelers die hier ook zijn geland. Daar zie je al, daar gaat iemand naar binnen. Oké, dan moeten we helaas voor een gebouw gaan waar ik eigenlijk helemaal niet heel graag wil looten. Maar we hebben momenteel niet heel veel andere keus. Geen kist, oké. En hier is ook wel iemand, hoor ik. Shit, nu hebben we echt een probleem. Nu, now we got some big problems. Het was een redelijk klein probleem. But now it became a really big problem. See? See why it became a big problem? It's insane problem right now, actually. It's insane. Oh, okay. Yeah, no. Perfect, thank you. Perfect, really appreciate it. Als ik dit overleef, dan zou het echt bizar zijn. Volgens mij heeft hij alleen nog steeds een shotgun. Hij heeft nog steeds alleen een shotgun. Ik zie daar een kist. Oh, maar deze. Oh, wat zou dit weer een gekke werk zijn als ik dit overleef. Dat zou echt fucking gekke werk zijn. Holy fuck. Oké. Oké, jongens. Ik ga jullie één ding zeggen. Als ik dit potje nog win... Oh, no. Oké, never mind. Er zit een guy achter me aan. Hij heeft waarschijnlijk... Heeft hij ook alleen een pickaxe? I don't know. Volgens mij wel. Hij wil met me dansen, maar geloof een vriend. Ik zeg je één ding. Als hier een wapen in zit, dan kill ik je daar gewoon mee. Hoe aardig ik je ook vind, dat je me lekker gaat volgen en zo, hartstikke leuk. Maar ik kill je gewoon, oké? Kom maar. Kom maar even hier. Je hebt ook geen wapen. I know that. Of tenminste ook. Ik heb inmiddels wel een wapen. There you go. Zo, top. Sorry, Pik. Ik zat in precies dezelfde situatie als jij. Inmiddels niet meer. I grew up. Oké. Wauw, dat we nogmaals, dat we dit hebben overleefd. Dat is echt weer zo bizar. Goed, we gaan dit even destroyen. Ik heb geen idee hoeveel hout dit geeft, joh. Dit heb ik nog nooit eerder gesloopt. Maar blijkbaar best wel wat. What the fuck? Oké, dat is goed om te weten dat dit best wel wat hout geeft. Ik heb overigens... Oh nee, never mind. Ik dacht dat het een launchpad was. Maar het is natuurlijk nog die ene... die ene C4-bom die ik nog over heb. Cool. There we go. In één keer 200 hout. Dat is mooi. Ik ga natuurlijk nu eventjes niet terug naar Pleasant Park. Omdat mijn loot nog niet echt fantastisch is. Of nee, weet je wat? Fuck it. Waarschijnlijk zitten daar nu nog wel mensen. Die aan het vechten zijn en dergelijke. Maar met alleen een AR en 259 resources durf ik het nog wel aan. Denk ik. Geen idee of dit een goed plan is hoor. Om terug te keren bij het dorp waar ik gebanished ben. Right? Misschien dat het verstandig is om eerst eventjes dit gebouw hier links van mij te checken. Voor eventuele extra loot. En dan terug te keren. Laten we dat even zo op die manier doen, jongens. Want, ja, weet je wat het is? Als ik daar nu naar Pleasant Park ga en er komt iemand op close range, heb ik alleen een AR met 38 kogels. Dan is het gewoon klaar, hè? Dat is het. That's all I have right now. That's just all I have. Dus dat is gewoon niet zo heel erg veel. Dus nee, laten we het zeker weten zo doen. Hier staan ook nog wat paddenstoeltjes. Dus even layback. Jullie weten dat ik normaal echt van het aanpakken ben. Rats er doorheen. Maar momenteel heb ik niet heel veel keuze. Omdat ik gewoon letterlijk maar één kistje heb kunnen openen. En jullie hebben kunnen zien waarom. Dus dat hoef ik niet eens uit te leggen. Goed. Hey, hallo. Eens kijken of we hier loot hebben. Weer een pallet. Dat is wel lekker, want dat geeft best wel wat hout. 51. Kijk, shotgun. Nice. Dat is wel veel beter. Dan heb ik in ieder geval iets voor de close range. Ik hoor nog een kist volgens mij. Ja, cornkist. Guaranteed. Hey, dit is al helemaal mooi. Dan zijn we wat dat betreft compleet. AR, shotgun, submachine gun. Oké. Ik zag er ook nog wat healing items liggen. Dus dit gaat nu de goede kant op. Dit gaat echt extreem goed de goede kant op. Die wil ik mee hebben. En die wil ik mee hebben. Dan gaan we nu gewoon naar buiten. Want dit was de kist die we hoorden. Dit was hem. Dit was hem. Durf te weten dat er niet nog een kist is. Cool, let's go. Let's fucking go. Let's fucking go. Daar zien we al gelijk iemand lopen. Daar zo. En je hebt nu dus ook de mazzel, omdat wij nu terugkeren naar een dorp waar al veel gevochten is, dat die mensen die er nu nog zijn, amper nog HP hebben, omdat alle healing items gebruikt zijn en dergelijke. Daar heb je kans op. Ik wil niet zeggen dat het zo is, want elke keer is dat natuurlijk anders. Maar er is een hele grote kans, dat. Daar ligt gewoon een scar. What the fuck. Oké. Laten we die eerst even pakken. Oh. Yep, thanks. Weliswaar wel met minder kogels, but I will take it. Oh, trouwens, never mind.
Found some bullets. Oké, cool. En die wil ik wel hebben. Oké. Daar bouwt iemand omhoog. Oh, die was lekker. Gewoon aankomen lopen. Rats en weg is hij. Chill. Oké. Nou, dit was echt een hele andere manier van mijn potje beginnen dan ik mij vooraf had voorgenomen, eerlijk gezegd. Ik had het totaal niet zo verwacht. Ik dacht gewoon van, nou, ik land weer lekker bij het huisje met de kelder. Ik ga er even rustig loot pakken. Bla, 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 bla. Je kent het riedeltje wel. En dan... Hé, hey, er zit iemand in mijn rug. En dan zien we wel. Maar het werd eventjes een heel ander verloop. Het nam een hele rare wending. Mijn potje. Cool. Alles is voor zover ik kan zien. Ja, alles is reloaded. Zou er nog iemand in die porte fort zitten? Ik vraag het me een beetje af. Het zou namelijk heel goed kunnen. I mean, why not, right? Het zou gewoon kunnen. Resource heb ik ook wel lekker veel van. Heel chill. Wat is dat blauwe? Dat is... Ah, dat zijn mijn double deagles. Oké. Oh, hier ligt ook nog van alles, joh. Jezus. Maar niks wat we nodig hebben, helaas. Ik had eigenlijk gehoopt op mini-shields. Maar dat laat nog even op zich wachten. Hey, hallo. Hey, hallo. Hop. Ik hoor iemand. Of niet? Oké, nee, niemand dus. Dan... dit is een long val. Dit is echt een lange val. We gaan valnemers voor krijgen, terwijl het niet nodig is. Kijk, zo redden we het wel. Oké. Ja, cirkel die forceert ons om deze kant op te lopen. Dat is prima. Dat is helemaal prima. En ja, nogmaals, het enige wat, wat eigenlijk een beetje mankeert aan onze huidige loot... Oh, dat is heel jammer. Hij is echt heel slecht. Zijn dus de mini-shields. That's really it. Zo. Ik had hem misschien wel kunnen trollen, maar ik had een beetje te laat door dat hij niet heel goed was. Dus goed, maakt het niet uit, hè. Ik bedoel, het is een lekker potje dit. Die wil je gewoon niet zomaar uit handen geven door te gaan trollen. Misschien dat hij me dan wel weer hits gedaan en zo. Dat had ik uiteindelijk alleen maar mezelf ermee. Dit is lekker. Dit is lekker. Die gaan we... Oeh, dat vind ik een hele moeilijke dit. Ik vind het heel... Ja, ik ga hem wel innemen, denk ik. Ik krijg er namelijk 59 shield van. So that's pretty much worth it. Cirkel komt er wel aan. Dus we gaan alsnog die damage krijgen. Wedden dat we uiteindelijk alsnog... Ja, dit is wel echt kut, zeg. Maar ja. Oké. Is niet anders. Hop, we kunnen. Ik ga een klein beetje damage krijgen, denk ik. Of net niet. Nee, net niet. Wauw. Ik ga het gewoon redden. What the fuck? Oké. Daar hebben we dan wel echt massa mee. Want het was eigenlijk best wel risky dat ik daar besloot om mijn... Bij risky niet, maar het, eigenlijk best wel stom. Omdat ik daardoor alsnog damage had kunnen krijgen van de cirkel. En het dan natuurlijk uiteindelijk niet zo heel veel zin had. Dat ik dan mijn chuk-chuk in ging nemen. Omdat ik dan alsnog damage zou krijgen. Maar goed, het is gelukt. Nothing to worry about. Full health. Dus dat is allemaal hartstikke mooi. Resources meer dan genoeg. Dit ziet eruit als een goed potje, jongens. Dit ziet er echt uit als een goed potje. Hier hebben we nog een kissie. En misschien nog een rift. I mean, could be. Ja, we hebben een rift. Mooi. Woep. En dan gaan we denk ik hiermee naar de airdrop vliegen. En dan hoop ik dat die airdrop een RPG voor ons heeft. Als deze airdrop een RPG voor ons heeft, dan is dit een droompotje. Dan is dit letterlijk een droompotje. Gewoon zoals je ze wil hebben. Helaas. Nog geen droompotje, jongens. Groot shield ga ik laten liggen. Want als ik moet kiezen of één groot shield of drie mini-shields, dan ga ik wel voor de mini-shields. Mini-shields zijn namelijk, ik heb het al vaker uitgelegd, maar ik doe het wel nog een keer. Mini-shields zijn quick combat items, oftewel items die je snel kan innemen als je in combat zit. Dus je zit in een vet stressvolle situatie, je wordt aangevallen alle kanten, bla bla bla. Mini-shields neem je gewoon in 2,5 seconden, even uit mijn hoofd gezegd, neem je ze in. En groot shield doe je natuurlijk 5 seconden over en dat kan net, ja, net te lang zijn. Oh, daar hebben we iemand. Hallo. Komt-ie. Hij zit achter het motelbord. We know that shit. Oké. Okay. Oh man, meen je dat nou? Ik ga achter hem aan hoor. Fuck the shit. Hij boekt hem gewoon. Hij is erheen gegaan. Hij is zo serieus hierheen gevlogen. Waar is hij heen gegaan, joh? Oh, daar. Oké, okay, got him. Got him in my sights. Right here. Hij gaat on top of it landen. Ja, meen je niet. Oké. Okay. Oh shit, zit daar ook nog iemand. Oké, okay, we need to back up a little bit.
Oké, misschien kunnen we hem snipen. Oh, shit. Hoe dan? Hoe is dat mis? Als je kopjes zien, jongen. Oké. Okay. Let's grab the boy. Oh, ik heb ook nog een launchpad. What the fuck? Oh, shit. Jongens, wat ben ik? Uit neidigheid ga ik mijn zin gewoon niet eens afmaken. Maar ik denk dat jullie begrijpen waar ik zo neidig om ben. Oh, hij heeft gewoon een RPG. Gaan we hem nog even pakken? Oké, dat was best wel lekker. En wellicht niet zo slim gespeeld van hem. Oh, trouwens, bandages. Wil ik er één van hebben. Oké, hij zit volgens mij aan de rand van de map. Ik wil alleen nog de RPG hebben van deze gozer. Waar is je RPG? Waar is je RPG? Waar is je RPG? The fuck had ik hem elke keer gekild? Ik heb echt geen idee. Waar had ik hem gekild, joh? Oh, dat was echt... Oh, dat was veel verder natuurlijk. Dat was hier ergens. En dat konijntje zit dus ergens aan de rand van de map. Daar moet ik echt mee oppassen dat hij me niet killt nu. Ik switch natuurlijk weer het verkeerde item. Ik moet die hebben. Oké, hoeft niet meer te reloaden. Dan heb ik dus maximaal aantal rockets. Oké, hij zit hier ergens. We know that. We fucking know that. Hij zit hier ergens. Maar waar? Want hier kwamen die sniper bullets vandaan. Kan ik? Maar ja. Oké, hij zit daar. Cool, dan is het easy. Oké, dit is kak. Ik heb ook gewoon nooit even een momentje rust, jongen. Oké. Die gast kan me nooit zo snel volgen, want die moet nu ook helemaal naar die launchpad lopen. Als hij die wil gebruiken. En dat is nog best wel even een eindje lopen voor hem. Jezus, mannen, wat een potje dit. Mannen en vrouwen trouwens, sorry. Dat ik alleen de man hierbij betrek. Godsamme, wat een potje. Holy shit. En ik weet het, die gast had toch echt loot wat mij kon helpen. Ik weet het, I know. Weet je, I know that shit. Maar ik kon er momenteel gewoon even niet zo heel veel mee. Want die gozer zette me zo hard onder druk met zijn RPG. Of sorry, met zijn grenade launcher. En dat is dan heel vervelend. Heel erg vervelend, kunnen jullie je waarschijnlijk wel voorstellen. Daar zit sowieso iemand in, daar ga ik van op gokken. Dus ik zie de shit alvast naar beneden. Oké. 1, 2. Ja, zie je. Hij zit daar. Ja, daar gaat hij. Hardpick. Ah, hij was al naar beneden gegaan. Oké, maar toch. Het is toch handig om te weten dat daar inderdaad iemand zit. Ik kan hier volgens mij een rift pakken, of niet? Ja, daar aan de rand. Maar die valt net buiten de cirkel. Oh. Kut. Verkeerd geschoten met mijn RPG.
There we go. 5 bandages. That is really nice. Oké. Okay. Ik moet echt meer inbouwen dan dit. Oké. Deze bandages moet ik echt even allemaal innemen. 2 stuks dus. Nu ben ik klaar. Dan neem ik die. En dan neem ik die in. En dan... Nou, dat bedoel ik dus. En daarom moet je dus nog meer inbouwen dan ik al doe. Want ik had hier dus heel makkelijk dood kunnen gaan. En that would have been fucked up. Oh, heb ik weer die bug. Ik heb dat zo vaak. Dan selecteer ik het trappetje en dan doet hij het gewoon niet. Ja, jammer. Oh man, het lukt me de laatste tijd gewoon echt even niet om de solo wins te pakken, jongens. Het spijt me zeer. Volgens mij heb ik gesniped of niet. Of met een rifle. I don't even know. In ieder geval, ik ben dood. Jammer dit. Jammer dit. Jammer dit. Ik was close. En trouwens, voor het geval je je afvraagt waarom ik daar zo droog naar beneden viel. Ik heb dat de laatste tijd best wel vaak. Dan switch ik te snel tussen mijn buildings. En dan lukt de trap bouwen niet. Of zo. I don't know. Of dat een bug is of dat aan mezelf ligt. In ieder geval, 1 ding is zeker. Dat is dat ik geen eerste ben geworden, maar 4e. Of 3e, 1 van 2. Het was wel een leuk potje, dus hopelijk hebben jullie kijkers ervan genoten. Vooral het begin was heel raar. Het was voor mij trouwens ook een hele lange dag. Ik heb hele lange opnames gehad, waar binnenkort meer over bekend zou worden. Was heel erg tof. In ieder geval, bedankt voor het kijken, jongens. Het was weer een leuke video, tenminste. Ik vond het leuk. Doe nog even een duimpje omhoog als je hem ook leuk vond. Abonneer op mijn kanaal voor meer. En check je morgen weer bij een nieuwe video, morgen om 4:30. Laters.